Hebben we mijn grote kameraad waar ik samen mee ga werken vandaag. Dat je weer kijkt naar deze goed nieuwe video van, ja, mijn naam is professor Stan en ik ga mijn moeder vandaag eens verrassen dat ik eerder thuis ben. Ik heb 2 uurtjes opgenomen en dus ik ga mijn moeder even verrassen. Morgen zou mijn broer jarig zijn geweest. Morgen ga ik samen met mijn moeder een gebakkie eten. De verjaardag van mijn broer te vieren. En ik zie wel wat ik morgen allemaal doe. Ik denk niet dat ik helemaal vrolijk ben of wat dan ook, maar toch moet je vrolijk zijn en vrolijk blijven, want hij zit voor altijd in ons hart. En de katjes heb ik al eten gegeven en dan ga ik op weg naar mijn moeder. De allerliefste moeder op aarde. Nou, iedereen heeft de liefste moeder op aarde. Dus, maar goed. Wees lief voor je moeder. Nou, als je ze nog hebt. En toch, maakt niet uit. Al heb je geen vader of moeder meer. Het zit voor altijd in je hart. Hoe dan ook. En wees trots op je ouders. Nou. Ik ga er vandoor. Ik ga mijn moeder verrassen. Ik ga eerst even spessieboontjes halen voor vanavond. Want dat ga ik vanavond eten. En daarna zie je me wel. En vanavond ga ik weer mijn programma kijken samen met mijn moeder. Nou, tot later. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag 11 januari. Gisteren was het 10 januari. Want gisteren zou mijn broer jarig zijn geweest. Ik... Ik heb niet echt veel gedaan, want ik had alleen maar huilbuien. En ik kwam thuis gisteren en ik heb een beetje mijn spulletjes gepakt en ik ben naar mijn moeder gegaan. En voor de rest heb ik ook geen gebakje gegeten, wat ik wel zou hebben gedaan. Maar nee, ik had er toch niet echt zo trek in. Maar ik had wel een gebakje op het werk gegeten. Oh, die was wel lekker. Maar goed. Hier nog even een klein stukje filmpje die mijn vriendin heeft opgenomen. Want als ik naar mijn vriendin toe ga, dan is zij ook een foto van mijn broer. En ze steekt ook altijd een kaarsje aan voor hem. Dat vind ik ook super lief. Maar hier even een filmpje van dat stukje wat zij heeft opgenomen. Ja, Martin, vandaag wil je ja zijn geweest. We denken weer heel veel aan je. Boven, heel veel gefeliciteerd. Maak er een leuk feestje van. Dus. Doeg. Dan begin ik gelijk met de moes. Het is vandaag woensdag. Nou, ik heb vandaag lekker veel dingetjes opgeruimd. Hier moet ik nog een paar dingetjes doen. Eigenlijk wil ik dat nu gelijk doen allemaal. Maar ik ben een beetje moe. Ik ben op. Maar goed. Dus ik heb even een beetje lekker opgeruimd. Ik ben naar de diëtiste geweest. Het valt me eigenlijk best wel mee. Ik weeg nu 98,7. Dus ik ben wel iets afgevallen, maar niet heel erg veel. Maar ik ben op de goede weg. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Ik heb hier aan 100. Hier heb ik dat bureau heb ik nu aan deze kant gezet. Ja, je ziet het. Er is 1 bed weg. Dat is voor later allemaal. Waarom heb ik deze bed weggehaald?
Het bed weggehaald, zodat er hier een stapelbed komt te staan, maar dat is nog een beetje voor. Miauw, miauw. Ja, zo meteen. Dus, er komt dus hier een stapelbed. Dus, ik heb hier een aantal dingetjes opgeruimd, gewoon zo. Bed heb ik wel een beetje eentjes gemaakt. Nou, die tas gaat naar mijn moeder toe. Dus dat. Dan gaan we even verder. Ja. Ja, jullie krijgen zo eten. Nou, ik heb hier niet echt denderend veel. Nou, tafel is netjes opgeruimd. Nou, die kleed, dat kan ik wel goed leggen. Maar dat is. Dus dat. Hier. Ik heb hier het toilet schoongemaakt. En dat is de was voor vandaag. Eigenlijk. Dus. Nou, dat heb ik een beetje gedaan vandaag. En nu ga ik me klaarmaken om naar mijn moeder te gaan. Dus ik zie jullie daar. Nou, ik ga even naar mijn moeder. Wat ik je nog niet heb laten zien is de gang, want die heb ik ook opgeruimd. Dus dat. Ik moet hem alleen nog even stofzuigen, de katjes zijn ook weer. Dus dat. De kattenbakken moet ik ook nog. Dus ik heb alles weer lekker opgeruimd. Nu nog even wat doen voor mijn moeder. En dan zie ik jullie later. Zo. En toen was het weer etenstijd. Lekker. Met een lekker stukje vlees. Gehaktsnitzel. Gehaktsnitzel, want die was afgeprijsd van €2,45 naar €1,23 bij de Plus. Ja, dat was op datum van vandaag. Ja, dacht ik lekker. De kaassaus zit er al op. Toch? Yep. Nou, lekker een paar aardappeltjes, lekker wat bloemkool. En dat ga ik nu even lekker opeten. En dan zometeen gaan mijn moeder en ik lekker weer dat programma kijken. Doen we elke avond. Hey? Jaar van je leven. Ja, het jaar van je leven. Echt super benieuwd wie er nu weer uitgaat. Als er al iemand uitgaat. Ja, als er iemand uitgaat, ja. Misschien doen ze wel iets met. Want ik zag net in de livestream dat. Iets met tomatensap. Dat ze tomatensap gaan drinken. Gadverdamme. Dus ik ben benieuwd. Dus maar goed. En lekker appelmoes erbij. Dat is altijd wel lekker. Dus ik wens iedereen weer eet smakelijk. En deze vlog wordt een soort weekvlog. Dus veel plezier met verder kijken. Nou, ik ben al een tijdje bij mijn moeder. We hebben lekker gegeten, we hebben lekker bloemkool gegeten. En wat jullie al zei over het bed, wat niet meer bij mij staat, dat staat nu hier. Ja. En zoiets moet je krijgen, niet geven. Of zoiets, weet ik wel. Dus kan ik ook een keer logeren bij mijn moeder. Maar ik was wel niet willen. Hé? Volgens mij wil ze dat helemaal niet. Ze wil helemaal niet dat ik een keer logeer. Hey! Ja, dus dat bed staat nu hier aan. En dan kan ik lekker een keer blijven slapen als het iets later wordt. Want vrijdag gaan we lekker weer een programma kijken. Pyjama Party. Dus
Leuk programma. Dus, nou, hou het in ieder geval in de gaten, dat programma. Want ja, je weet maar nooit. Je weet maar nooit of er iemand mee gaat spelen. Top! Ik hoop het eigenlijk. Ik hoop dat we uitgekozen worden. Dus, maar ja, we gaan het zien. En ik ga een keer met mijn vriendin daarheen. Nou, doei doei! Zo, en toen was het zaterdag. Ik ben even met mijn moeder naar Zaandam gegaan. Ja, van de week heb ik niet echt heel denderend gefilmd. Want ja, ik had niet zoveel. Ik had niet zoveel leuks te doen of wat dan ook. Maar goed, ja, vandaag zaterdag dus, wat ik net zei. Mijn moeder en ik zijn even lekker even naar Zaandam. Even een paar winkeltjes bezocht. We zijn even naar Wibra gegaan. Daar hebben we dingetjes gehaald. De dingen waren, deze dingen die waren in de aanbieding. Die waren €1 per stuk. Deze is, ja, volgens mij citroen. Citroen volgens mij. Nou, citroen. Daar hebben we een aantal stuks. Nou, deze weet ik niet. Wat voor geur? Of, het is een apart iets. Ja, weet niet. Ja, dus daar hebben we een aantal dingetjes. Daar hebben we een aantal van gehaald. Dus dat. Ik heb sokken gehaald bij de Zeeman. Waar de €4, drie stuks. Dan hebben we weer even een paar nieuwe werksokken. En wat had je daar nog meer gehad? Oh ja. Ja, Zoe, die, mijn nichtje is bijna jarig. Dus we hebben even een leuk pakje gehaald. Een leuk broekje. Met daarbij een leuk jurk. Toch leuk? Ja, past wel bij elkaar. Een soort tijgerpak. Dus dat. Er komt nog wel een stukje bij, hoor. Ja, ja. En bij de Action zijn deze cups €2,49. Dan heb je er 20 stuks. Dus dat. Ja, er waren er nog maar twee. Ik had zelf ook nog even wat willen halen. Maar dat waren er niet meer. Dus dat heb mijn moeder gehaald. Mijn moeder heeft ook nog weer shampoo. En een lavendel kaas. Dus die. En toen heb ik ook nog even wat voor Angelique gehaald van voor mijn vriendin. Want die waren niet meer in Arnhem. Die waren uitverkocht daar. Ik heb twee vanille. Twee stuks. Ik heb hier lavender. Volgens mij is het een soort lavendel. Maar ik weet niet. Ik weet niet hoe je dat. Ik weet niet wat het voor is. Wat voor geur. Is dat? Die heb ik gehaald. Die even. Oh. Dat. De thee. Die waren volgens mij ook in de aanbieding. Volgens mij. 99 cent bij de boeren. Oh, 99 cent. Aardbei. De favoriete thee van mijn vriendin. Ja, eigenlijk is dit ook niet goed, maar wel lekker. Stroopwafels, mini. Ja, en mijn moeder had volgens mij ook weer kaarsjes nodig. Ze brandt er 8 stuks per dag. Het ligt eraan. Oh, het ligt er. Oké. Okay. In ieder geval 8 kaarsjes brandt ze. Nou, dat heb ik al laten zien. Ik heb hier
Dat heb ik gehaald, want ik, ja, dat was alweer een tijdje terug dat het er niet meer was. En toevallig nu weer wel. Dus ik heb hier 10 pakjes van gehaald. Zullen hem katjes heel erg lekker vinden. Dus onze vloot is weer even genoeg. Zo. En dan een, ja, ik heb even een spel gehaald. Dat gaan we binnenkort doen. Dat gaan we binnenkort misschien wel opnemen, een video. En dan gaan we bingo spelen. Nou, jullie raden het al, wat ik gehaald heb. Een bingo spel. Een bingo. Dus binnenkort gaan we met leuke prijsjes gaan we lekker bingo spelen. Laat me weer een keer leuk. Dat. Even kijken, wat hebben we nog meer? Die is ook leeg. Deze is niet leeg. En toen zijn we even naar... Ja, we hebben iets ja, een beetje ongezond gegeten. Maar goed, het was wel weer even lekker. Normaal was het bij de Febo een puntzak. Maar die zakjes hebben ze niet meer. Want normaal eet ik bij de Febo patatje dubbel met. Dus patat, mayo, patat en dan weer mayo. Maar dat hebben ze niet meer. Dus en daarna heb ik ook iets anders gedaan. Ja, toen zei ik tegen mijn moeder van, ja, aan de overkant is een juwelierzaak. Ik denk, zal ik een tattoo, ja, natuurlijk een tattoo laatje zetten bij... bij de Julie zei ik, ja, goed, goed plan. Nee, ik heb een oorbel laten schieten. Kijk aan. Nu willen jullie het goed zien. Dus, ik heb een oorbel laten schieten. Daarna ben ik even naar de FOMA geweest. Daar heb ik even wat drinken gehaald. Mijn moeder heeft Spa Blauw water. Ik heb zelf... kannenmelk. En ik heb een blikje ice coffee. Ja, kijk niet. Ik weet niet of dat lekker is. Ik heb hem bij jou in de koelkast ook nog twee staan. En ik heb wat gezonds gehad. Bananen. Dus. En volgens mij is dit het. Dus dat hebben wij vandaag gedaan. En ik zie jullie later wel weer. Dus doe alvast een blauw duimpje omhoog voor nu toe. Tot nu toe. YouTube. Tot nu toe. Dus ik spreek jullie later. Nou, goedemiddag allemaal. Ik ben al weer een tijdje bij mijn moeder. Mijn moeder is Almere City NEC aan het kijken. Ik ben, nee. Willem 2. Of Willem 2. Almere City tegen Willem 2. En ik ben Vitesse NEC aan het volgen. Ja, het weekend zit er alweer op. Gisteren heb ik samen met mijn maat iets meegemaakt wat ik niet veel over ga vertellen. Het was gewoon even niet leuk. We gingen even boodschappen doen. Nou, daar kwamen we niet aan toe. En toen zijn we naar huis gegaan. Toen hebben we nog even wat contact gehad met Albert Heijn zelf. En dan, ja, voor de rest ga ik er niet veel over vertellen, want dat was gewoon even niet leuk daar. Maar goed. Daarna hebben we Ajax gekeken. Ja, Ajax tegen Twente. Nou, dat is 0-0 geëindigd met een rode kaart voor Ajax. Ik hoop dat het goed gaat met die speler. En voor de rest nu ga ik lekker chillen bij mijn moeder. Lekker voetbal kijken of lekker koffie drinken. Alle koffie even leeg drinken hier en dan ga ik weer.
Vind je het toch niet erg? Ja. Nee hoor. Nee. En ja, gisteren ben ik met mijn moeder naar de stad geweest, zoals jullie in deze video ook hebben gezien. Heb ik ook iets laten zetten. Een oorbel. Dus, maar goed. Maar die heb ik al eens een keer eerder gehad. En toen heb ik het dicht laten groeien, want ik had hem er toen uitgehaald. Nu heb ik hem gewoon weer terug. Dus. Ja, en voor de rest ga ik niet echt veel meer doen. Alleen maar even lekker chillen. Vanavond even lekker warm eten bij mijn moeder. Even, ja, niet echt heel warm eten, maar meer vissticks en broodje en dat soort dingen. Dus. Ik wil jullie in ieder geval allemaal weer bedanken voor het kijken. In ieder geval ook super dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik heb er ondertussen 202. Waar ik zeer blij mee ben. Op naar de playbutton. Ik hoop dat ik die haal. Zal ik er heel blij mee wezen. En wil ik jullie allemaal gewoon weer bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ja, als je op de hoogte wil blijven, vergeet dat belletje niet aan te klikken. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer bij een nieuwe video om 4 uur. Nou, doei doei!